Ik heet u allen hartelijk welkom namens Rood-Wit Veldhoven en de oldstars van Rood-Wit Veldhoven op ons eerste Walking Football toernooi alleen voor amateurverenigingen. Perfect. In totaal hebben we 3 wissels. Het Walking Football BosCup toernooi vandaag hier gespeeld is een leuk spelletje voor 60-plussers. Lo Hilliger 2. Het is een wandelende manier van voetballen, maar zoals je op de beelden ook kunt zien dat er een klein beetje gerend wordt. Dat mag feitelijk niet, dat zou vooraf gefloten moeten worden, maar dat ligt heel erg kort bij elkaar. Een fysiek spel mag sowieso niet. De bal mag niet hoger als de heup. Er mag niet van eigen helft gescoord worden. En het is een spelletje 6 tegen 6 op een kwart voetbalveld. Op dit moment zijn we in totaal met 168 oldstars. Dat is enorm veel. Het betekent dat het walking voetbal in een enorme lift zit. Ik denk dat het doel van het Nationaal Ouderenfonds is om ouderen meer in beweging te krijgen. Dat vandaag zeker gaat lukken. Het is niet enkel het voetballen. Voetballen, ja, dat is het begin. Gaandeweg ga je naar een sociaal gebeuren. Hè. Allerlei dingen die ontwikkeld zijn. Een kaartmiddag, een biljartmiddag. Met de dames fietsen in de omgeving met een etentje erbij. Muziek maken met een aantal leden op de feesthaven van onszelf. Maar ook op elkaar letten. Is er iemand geblesseerd? Nou, nog eens even een mailtje erachteraan. Hoe is het met jou gegaan? Bij de volgende week weer. Of iemand die al een paar weken niet geweest is. Even informeren van, joh, ben je ziek? Is er iets anders aan de hand? Kunnen we wat voor je doen? En ik moet zeggen dat dat erg geapprecieerd wordt. Het is ook erg fijn dat mensen die niet meer actief bij onze vereniging kunnen zijn, dat die er wel bij betrokken willen worden. En dat heeft dat sociale aspect natuurlijk ook als voordeel voor die mensen, want dan kunnen ze ook actief op een of andere manier toch nog meedoen. Niet meer op het veld, maar wel op een andere manier. Mannetje! Naar links! Ik weet niet of mensen mij goed kunnen verstaan. Ja? Oh, nou, dan, dat is jammer dan voor Van Boxtel. Want u heeft al gezien dat Van Boxtel hier een hoortestwagen heeft, een hoorbus. U kunt daar gratis gebruik van maken. Het is hier op links kijken, David. Oh, jammer. Nou, wij worden door omliggende clubs vaak benaderd met, god, jullie doen het al een tijdje, dat walking voetbal, hoe hebben jullie dat nou georganiseerd? En dan zeggen wij in eerste instantie, ja, we hebben daar geen draaiboek voor. Wij nodigen ze uit, kom eens een uurtje praten, we doen eens een wedstrijdje met elkaar spelen. En we geven dan wat dingen vrij waar wij, zoals wij begonnen zijn, in de vorm van echt een vereniging. Dus een paar mensen aanstellen, verkiezen, om wat dingen te gaan doen. Want als je blijft stilzitten en wachten tot een ander komt om iets te gaan doen, ja, dan gebeurt er niets. Jammer! Hij is toch niet uit? Iedereen. Hij was hartstikke uit. Vandaag zullen er 2 EHBO'ers de hele dag aanwezig zijn. Ik hoop alleen dat ze niet in actie hoeven te komen. Niet dat ik geen vertrouwen in ze heb, maar u snapt al wat ik bedoel. Jongen, Roel, scoren! Kom jongens! Niet onbelangrijk is ook het medische aspect, zeker voor onze leeftijdsgroep. We hebben het geluk bij Rood-Wit Oldstars dat we een dokter, een fysiotherapeut, iemand die reanimatietrainingen doet in eigen huis hebben. Maar als zo'n grote groep net als vandaag op een toernooi komt, moet je er ook zorgen voor EHBO'ers, contacten met het ziekenhuis, zodat dingen snel geregeld zijn mochten ze voorkomen. En je gaat er niet vanuit dat ze voorkomen, maar mocht het zo zijn, moet het wel geregeld zijn. Wij hebben een stuurgroep gevormd met een voorzitter, een penningmeester, secretaris en een technische man en een man van de publiciteit. Jongens, wie wil er een kaartmiddag organiseren? Als er dan niemand komt, doen we het zelf. Want wij vinden dat dat soort dingen er ook bij horen. De gezelligheid en de sportiviteit zal de boventoon moeten voeren. Proficiat, hè? Bedankt jongens. Bedankt hè. Dus ik dank u voor uw aandacht en ik wens u allen een geweldige fijne dag. Ben open en eerlijk met wat je doet, waarvoor je doet. Lief een leedpotje, voor wie doe je dat? Niet dat dadelijk mensen zeggen van ja, maar ik was ook al 4 weken geblesseerd en ik heb niets gezien. Ik heb nog geen kaartje gehad. Dus dat soort dingen strak in de gaten houden, want daar komt alleen maar ja, gezeur over na verloop van tijd. We waren redelijk, speelden we in de discipline. Als ik nog een tip mag geven, ook al kun je niet voetballen, neem toch eens contact op met een Walking Football Club. Het is hartstikke leuk om te doen. Het voetballen is leuk, het sociale aspect is leuk. En weer lekker contacten en vrienden opdoen. Ja, het is gewoon hartstikke tof. Ik zou het doen. Einde van de wedstrijd. Ja! Kijk voor meer informatie over Walking Football op www.oldstars.nl. Deze video werd mede mogelijk gemaakt door FNO Riki, Old Stars Walking Football, Menzis, Van Boxtel en KNVB Eredivisie.